project. Dus dat wil ik graag ook met u delen en ik hoop dat we hier samen een mooi project van kunnen gaan maken. En dat onze missie om zoveel mogelijk energie te besparen in de gebouwde omgeving we ook daadwerkelijk vorm mogen gaan geven. We gaan vanmiddag ook nog op bezoek bij een van de woningen die we gaan aanpakken. De woning in de Peperstraat vanuit Elan Wonen. Daar hoort u vanzelfsprekend nog meer. De kern van het Haarlemse blok voor blok project, wat voor wat, is dat wij op wijkniveau aan de slag gaan met het renoveren van woningen. Dus dat betekent dat onze aanpak veel breder is dan alleen kijken welke woningen zijn hier en hoe kunnen we die opknappen. Nee, we kijken juist ook naar wat zijn de andere invalshoeken, bijvoorbeeld sportverenigingen, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en hoe kunnen we ook daar die bewustwording bereiken. In Haarlem werken wij met 13 particuliere initiatiefnemers die mede worden aangezet vanuit de gemeente om hun initiatief in de wijk verder vorm te geven. Concreet wordt er gewerkt met energieambassadeurs. De energieambassadeurs rusten wij uit met informatie bijvoorbeeld over de kwaliteit van de woning, het energieverbruik, het gasverbruik, het elektroverbruik, de energielabels, maar ook de leeftijd van de woning. En daarmee gaat die energieambassadeur op pad en kijkt hij in overleg met de bewoner wat geschikt is voor die woning, welke maatregelen getroffen moeten worden en wat uiteindelijk de meeste energiebesparing bereikt. Wij bieden een verrassende financieringsconstructie aan, wat heet een afbetaling via de energierekening, waardoor mensen kunnen investeren in een woning zonder dat de lening gekoppeld is aan de bewoner. Waar het Haarlemse project zich onderscheidt ten opzichte van de andere, is dat wij in Haarlem dus zowel een particuliere doelgroep als een doelgroep met huurwoningen benaderen. Waardoor je dus gewoon een grotere schaal die doelstelling probeert te realiseren. Het gaat om zowel het milieubewustzijn als wel de prijs, als wel het leefcomfort. Om bewoners bewust te maken van hun energiegedrag zetten wij enerzijds een energieportal in, waarin mensen hun eigen energieverbruik kunnen zien, afgezet ook tegen dat van hun buurtgenoten. En bovendien gaan we op een zeker moment ook een energiebesparingsgame introduceren, waarna mensen dus in de competitie ook echt kunnen aangaan met elkaar. Waardoor niet alleen de woninggebonden energieverbruik verbeterd wordt, maar ook het gedrag van de bewoner. Een van de grootste leerervaringen in het project is dat samenwerken tijd kost. Partijen die denken wij gaan snel starten, zou ik willen meegeven, doe dat rustig aan. Kom eerst nader tot elkaar en dan pas echt aan de slag. De verwachting die ik heb van wat voor wat het blok voor blok project in Haarlem is dat wij tenminste 1500 woningen twee energielabelsprongen laten maken. En dat komt grofweg neer op 30% energiebesparing per huis. Bovendien hebben wij in Haarlem de ambitie om niet 1500, maar 3500 woningen te verduurzamen. Dus dat betekent dat we ver boven die 1500 woningen zullen gaan uitkomen. Ja, de nieuwe verbouwing.